Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik jullie een Q&A en deze keer heb ik geen Q&A over Muesli, over YouTube of over mezelf. Nee, het gaat deze keer over school en ik denk misschien, Bo, waarom heb je ooit gekozen voor een Q&A voor school? Nou, voor de meeste van ons is het schooljaar bijna afgelopen. Ik moet nog 3 weken, maar sommige mensen hebben al vakantie of hebben volgende week vakantie of 2 weken daarna. En daarom leek me een leuk idee om een Q&A te doen over school met wat ik allemaal heb meegemaakt. In welk jaar ik nu zit, welk niveau ik doe en gewoon allemaal andere vragen. Ook ter voorbereiding voor de kinderen die straks naar de brugklas gaan. Ik wil jullie vragen zeker weten een duimpje omhoog te doen, hieronder te abonneren en let's get started. Jullie konden me vragen stellen via Instagram en dat hebben jullie ook weer mezelf gedaan. Ik heb weer 100 vragen binnengekregen, dus heel erg bedankt hiervoor. Wil jij de volgende keer ook een vraag insturen, dan staat hieronder nu in beeld mijn Instagram. Volg het dan zeker weten even en dan weet je zeker dat jij de volgende keer ook een vraag in kan sturen. Dan gaan we nu beginnen met de vragen. So, let's get started. Vraag nummer 1. Vraag nummer 1 is, welk niveau doe je en in welke klas zit je of ga je? Ik doe HAVO en ik zit nu in HAVO 3 en volgend schooljaar ga ik naar HAVO 4. Nummer 2. Hoe vaak heb je de slappe lach in de klas? 24 uur per dag? Nee, dat kan niet. Ik zit niet 24 uur per dag op school, maar elke les ongeveer. Ik kan gewoon nooit serieus doen. De volgende vraag is, hoe vaak ben je uit de les gestuurd? Ja, ik word zeg maar best wel vaak uit de les gestuurd. En vooral in de eerste en de tweede uur vaak. Nu ben ik best netjes. En meestal ga ik nu tegenwoordig gewoon discussies aan met mijn docenten. En uiteindelijk denken ze dan gewoon van, laat maar. Laat haar gewoon maar. En ik word wel eens uitgestuurd, maar ik hoef me bijna nooit te melden. Dus dat is best wel fijn. Ben je wel eens geschorst? Nee, want ik ben een good girl. Nee, dat is niet waar. Ik ben zeg maar niet iemand die heel goed oplet of echt naar de mensen luistert, maar ik ben nog nooit geschorst, dus. De volgende vraag is, heb je goede tips om te leren? Wat ik meestal heel erg vaak doe en wat ik ook heel erg fijn vind om te doen met leren is, wanneer ik bijvoorbeeld in een week heel veel toetsen heb, dan maak ik vaak een planning. En nu hou ik me niet altijd aan die planning, maar wanneer ik me aan een planning hou, dan zie ik ook wel echt dat het werkt en dat het gewoon echt wel meer zin heeft en veel meer rust geeft in je hoofd. En dat je gewoon alles op een rijtje hebt wat je gaat doen. En ik vind een planning daarom ook zeker weten een aanrader. Maar ik heb ook nog wat anders. Want je huiswerk bouwen is natuurlijk ook heel erg belangrijk wanneer jij goede cijfers wil halen. En dus ook gewoon goed wil leren voor je toetsen. Want wanneer je huiswerk maakt, dan ken je eigenlijk al 50% van de stof. Omdat heel veel komt daarin terug. Je behandelt de tekst. En ja, dat weten we allemaal wel. Maar wanneer ik mijn huiswerk maak, dan kom ik soms nogal wel met vragen in mijn hoofd. En niet alle vragen kan ik vinden in het boek, of dat is gewoon te veel zoekwerk. Of wanneer ik het op internet zoek, dan krijg ik heel veel verschillende antwoorden en weet ik nou eigenlijk niet wat goed is. Dus daarom ga ik meestal de Mr. Chat app. En ik weet niet of jullie deze app kennen, maar het is een app die speciaal gespecialiseerd is voor school. En je kan hier gewoon jouw vragen stellen over je huiswerk. Dus wil jij bijvoorbeeld weten hoe je ook weer de stelling van Pythagoras moest berekenen? Dan kan je dat gewoon via deze app vragen en dan reageert iemand en die gaat je daarmee helpen en die stuurt jou precies uitleggen hoe het moet. En dit kan je eigenlijk voor heel veel vakken vragen en dit is gewoon super handig. Ik ga de app er even bij pakken. Nou, zo ziet de Mr. Chat app eruit en je kan hem gewoon downloaden in de App Store en ook in de Android Play Store. En je kan er gewoon een account aanmaken en hetgene wat ik altijd doe is gewoon login en dan kan ik gewoon inloggen met mijn Facebook. En dan kan je gewoon gebruik maken ervan. Dus dat doe ik gewoon en dan ben ik ingelogd. En zoals je ziet kan ik dan een vraag stellen door op het gele buttontje te klikken. Nu neem ik deze video op in het weekend en dan is de Mr. Chat app gesloten. En helaas kan ik dan nu geen vraag stellen. Wellicht dat ik jullie dat een volgende keer kan laten zien. Het is gewoon een hele andere handige app. En ik zet voor jullie ook even de link in de beschrijving zodat je hem even kan downloaden. En wie weet helpt het jou deze laatste week nog door. Heb je al vakantie, dan kan je hem zeker weten volgend schooljaar gebruiken, want het is gewoon een hele handige app en ik raad hem zeker weten aan. Dus check even de link in de beschrijving. De volgende vraag is, wat is het meest gênante moment dat op school is gebeurd? Ja, ik heb echt veel gênante momenten meegemaakt, geloof me. Het eerste, en dit is dit jaar nog gebeurd en oh my god, dit is zo awkward en dom en raar. Het is gewoon raar. Ik kon de aula lopen met een paar kinderen uit mijn klas en wij wouden naar een tafel toe lopen midden in de aula en we begonnen wat sneller te lopen, want iedereen kon de aula binnenstromen en iedereen kent dat, dan is gewoon geen plek meer. Dus wij komen aanlopen en er ligt daar blijkbaar banaan op de grond, geen bananenschil, gewoon een stuk banaan. En ik ga daar natuurlijk weer opstaan zonder dat ik het zie, dus
Ik glijd met mijn voet naar achter en er zit dus een jongen aan die tafel en ik grijp die jongen gewoon vast of zo. En die dacht ik echt van, wat doe je? En toen later, toen liep ik achteruit of zo en toen viel ik weer half. En het was echt maar 30 seconden wat er gebeurde en het ging ook zo snel. Maar gewoon ten eerste, iedereen waarmee ik was kon gewoon niet meer. Iedereen, al mijn klasgenoten, die ging gewoon stuk. Het was gewoon niet grappig. Dus het was wel grappig, maar was gewoon even niet nodig. En ja, die jongen dacht ook gewoon van, wat doe je? En die heeft me daarna ook gewoon zo lang nog aangekeken van, ja, jij bent dat kind die over die banaan viel. En als ik eraan terugdenk, dan voel ik gewoon weer die awkwardheid die ik toen had. En oei, is gewoon niet gezond. Dan hebben we een vraag van Sarah. En Sarah vraagt, hoe voelt het om vakantie te hebben na zo'n lang jaar? Ik heb nog geen vakantie. Ben je al een keer van school gestuurd? Nee, ik ben nog nooit van school gestuurd. Wel heb ik wel eens wat dingen gedaan waardoor er heel veel gezeur was, maar ik ben nog nooit van school gestuurd. Wat is je slechtste vak op school? Mijn slechtste vak op school is sowieso scheikunde, want ik kan dat echt niet. Ik snap gewoon niet het ding met al die letters en formules en dat weer uitrekenen. En dan, ik snap het gewoon niet, echt niet. Ik word gewoon al moe wanneer ik die opgaves lees, hè. Als ik dat dan lees, dan denk ik al, nee, sorry, dit wordt hem niet. En dan heb ik me nog niet eens verdiept in de vragen. Maar gewoon hoe lang die opgave zal zijn, denk ik al, laat maar. De volgende vraag is, hoe kun je het beste boeken kaften? Hier heb ik een heel gemakkelijk trucje voor. Oké, ik heb hier dus nu een boek in mijn handen en ik knip zo meteen in mijn vingers en is het boek gewoon gekaft. 3, 2, 1. Tadaa! Super makkelijk toch? Waarom ga je altijd met docenten in discussie? I don't know. Because ik ben het dan gewoon niet met ze eens en dat wil ik dan gewoon graag even vertellen. De volgende vraag komt van Nikki en Nikki vraagt, heb je ooit een docent geslagen? Nee, ik heb nooit een docent geslagen. Ik weet wel dat ik op de basisschool een keer een docent zo echt zo weg heb geduwd en bijna op zijn bek ging. Maar ik heb nog nooit een docent geslagen, nee. Zo kwartaardig ben ik nog net niet. Nee, sorry. De volgende vraag is, hoe leer jij voor een proefwerkweek? Ik leer meestal voor door een planning te maken en door gewoon heel veel te leren, heel veel samen te vatten en zo kom je er gewoon uiteindelijk wel. Blijf rustig en ga niet stressen van ik moet nog zoveel doen. Blijf gewoon rustig, maak een planning en let's go, je kan het doen. En de laatste vraag is, wat is er zo stom aan school? Dit is een serieuze vraag. Kijk, het is niet dat school stom is of zo, want kijk, meestal is het wel leuk met alle mensen om je heen en zo. Maar het huiswerk, de toetsen, de lesdagen, het duurt gewoon allemaal te lang. Het is gewoon te veel. En ja, dat is gewoon wat ik gewoon stom vind aan school. Ja, dan waren dit alweer alle vragen en ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet zeker weten niet de link van Mr. Chat hier beneden te checken in de beschrijving. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en doe zeker weten een duimpje omhoog en doei doei!